Zij waren als schapen zonder herder, zegt Jezus. En wat hij dan ook doet, hij stuurt zijn apostelen uit om herder te zijn in zijn naam. En ook Paulus verwijst naar die herders. En hij zegt dat het gehoorzaam uw leiders en voegt u naar hen. Zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil. Kortom, in zijn herders wil Jezus de mensen nabij zijn. Zo begint het evangelie ook dat de apostelen terugkomen van zo'n missie. En ze brachten hem verslag uit van alles wat ze gedaan en onderwezen hadden. Het onderwijs, het prediken, is een van de eerste kerntaken van de gezondenen. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig, zullen we Paulus deze zondag horen zeggen. Hoe gaat dat nu? Als ik kijk naar een buurtpastoor hier in ons dekenaat, die is daar alleen pastoor. Maar in een groep van parochies waar zo'n 30 jaar geleden 6 priesters waren. En deze arme pastoor heeft deze week corona gekregen. Zo kreeg ik gistermiddag een telefoontje, kun je een begrafenis overnemen. Dus direct aansluitend aan deze mis spring ik in de auto om. Wat is het, 10, 12 kilometer verder. Net op tijd om 10:30 een uitvaart van hem te kunnen overnemen. Kortom, de priesters krijgen steeds grotere gebieden. Krijgen ze ook drukker. Dat is betrekkelijk. Want ik denk dat die 6 priesters, 30 jaar geleden, minstens zo hard hebben gewerkt als die ene persoon, pastoor, die nu zijn uiterste best doet en op het ogenblik geveld is. Maar wat is nu het belangrijkste om dat werk goed te kunnen blijven doen? Want nu voor priesters geldt precies hetzelfde als voor u als gelovigen. Want allereerst zijn we allemaal gelovigen. Het is geen job die we verrichten als priester. Gaat er niet om dat we zo onze uren moeten volmaken. En dan de stekker van de telefoon eruit trekken. Het is wel goed geweest. Wat vraagt Jezus, of beter gezegd, wat biedt Jezus zijn apostelen vandaag aan waar wij ons allemaal bij kunnen aansluiten. Hij zegt: kom nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Toch is dat uitrusten dat Jezus zijn apostelen voor ogen houdt niet zomaar, dan gaan we eens lekker niks doen. Pootje baden aan de oever van het meer. Nee, want luister wat daar gebeurt. Op het moment dat ze dus aan die oever van de andere kant van het meer zijn aangekomen, ziet hij een grote menigte. Hij gevoelde medelijden. Zij waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. En die apostelen. Zou Jezus tegen hen hebben gezegd, nou, ik preek wel, gaan jullie maar wat leuks doen. Nee, ze hebben geluisterd. Kom mee naar een eenzame plaats om te luisteren naar mij. Dat is waar wij alle toe worden opgeroepen. Om tijd vrij te maken om te luisteren naar Gods woord. Zoals u doet die hier lijfelijk aanwezig bent en u die via social media tijd neemt om te luisteren. Om het woord van God zelf te laten klinken in je leven. En dat is een woord dat ons uiteindelijk rust zal geven. Kom alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting geven, zegt Jezus. Luisteren naar God is de weg om Gods genade, ja, om het geloof toe te laten in je leven. Om weer de accu op te kunnen laden. Om verder te kunnen gaan. Direct na dit evangelie, waar Jezus uitvoerig heeft onderricht, dat was dus geen preekje van 5 minuten, maar hoogstwaarschijnlijk wat langer, volgt het evangelie dat hij de broden nam en brak en uitdeelde. En dat is waar wij nu mee verder zullen gaan. Het brood dat hij zal nemen, waarmee hij ons wil voeden, met zichzelf. God zij dank.